Valentijnsdag wordt steeds drukker en drukker. En zoals jullie gezien hebben, althans, hier heb ik een gereden. Daar heb Jamal in gereden. En er komen steeds meer mensen kijken. Dus het is superleuk. Maar ik ga nu iets leuks doen. Althans, ik weet nog niet helemaal of ik het leuk vind. Ik ga namelijk zometeen in die hier achter mij. Dat is een hoogwerker van de brandweer. Dus daar mag ik zometeen in. Dan ga ik jullie de beelden geven vanaf boven. Ik hoop dat mijn hoofd nog enigszins wat vrolijkheid uitstraalt. Maar daar ga ik jullie zometeen in meenemen. Ik ben uitgenodigd door... Brandweervrouw Shores. Ja, om mee te gaan in de hoogwerker. Ja, ik weet nog niet helemaal wat ik ervan moet verwachten. Waarvoor gebruiken jullie dit? Ja, eventueel als er mensen op het balkon staan echt naar ons te zwaaien. Ja. Omdat hun niet via de trap of de voordeur naar huis kunnen. Dan moeten we ze redden. De kat uit de boom of gebouw brandt. En dan kan je van bovenaan kan je ook de schoorsteen branden. Dus als wij zeg maar reanimaties krijgen en iemand moet echt horizontaal ja, eruit. Ja, precies. Dan komen wij ook. Dan kunnen we via het raam kunnen ze in het bakje en dan gaan ze weer naar beneden. Want je hebt zeg maar een hoogwerker, maar je hebt ook nog... Je hebt de autoladder. Ja, autoladder. En, ja, en dit is dan de hoogwerker. Die gaat 32 meter omhoog. Binnen ongeveer een minuutje tijd. Kijk maar, we zijn al even. Oh, dit gaat echt super snel, jongens. Moet je kijken. En kijk eens hoe mooi uitzicht, heel ja, Rotterdam. Vet. Ja, ik ga hem even andersom filmen. Let op.